Welkom bij deze video. Vandaag ging ik proberen om, zeg maar, mijn record kills te maken, wat ik de vorige video zei. Dat is niet helemaal gelukt. En waarom niet? Dat gaan jullie zien. Maar ik hoop dat jullie wel veel zin in hebben. Het zou heel erg tof zijn. Dan zou je willen abonneren op mijn kanaal op het knopje hier beneden. Maak het knopje van rood naar even naar grijs. Zou heel erg tof zijn. En het zou ook heel erg tof zijn. Dan zou jij mijn sportingcode in uitje willen gebruiken. Oh, dat is een best wel dikke skin trouwens. Maar ik hoop dat jullie wel veel zin in hebben. En laten we dan meteen gaan beginnen. Let's go. Nu, er is geen wolkje aan de lucht. Het is best wel lekker zonnig. Er is niks aan de hand. Weet je, gewoon lekker chill. Moet je opletten. Oké, ja. Ik had verwacht dat er heel veel mis zou komen, maar dat is niet gebeurd. Gebeurde dan ook vorig potje wel. Toen ging ik naar beneden toe, toen zag ik opeens helemaal niks meer. Alleen dit is wel een beetje awkward, moet ik eerlijk toegeven. Wat ik eigenlijk wil gaan doen is deze combat gebruiken. Nee, ga weg, dankjewel. Ik ben alleen bang voor AR's, dat is het enige wat ik nu niet moet hebben. Minis! Nee, oké, jammer. We gaan wel even die kant op, want daar ligt natuurlijk nog die henchman chest. Maybe een power pump, maybe. Kans is best wel klein, maar kans wel aanwezig. Hou je mond. En... Oh! Ja. Heel nice. Nee. Oh nee, nu ga je dat krijgen. Nee, hou je mond. Hou gewoon je mond. Doe het niet. Dankjewel. Oké. Nee. Kom jij ook niet nog? Ga weg. Hou... Nee, stop. Dank je. Oké, nu slapen. Ik ga maar lekker slapen. Oké, let's go. We hebben in ieder geval wel 90 HP. Dat is mooi. We droppen die. En dan kunnen we hier weg. Maar ik wil nog wel even AR hebben. Oh, hier is het nog een AR. En we hebben ook nog trouwens de ene guy. Dus laat maar zitten. Ik heb alleen geen materials nu, dus dat is naar. Oké, play it smart, Rickert. Er is daar ook nog een chest. Wat ik eigenlijk wil doen, is zoveel mogelijk kills maken als ik maar kan. Want zoals jullie gisteren hebben gezien, had ik 17 kills. Met eigenlijk een potje waarvan je dacht van, ja... Het is nou niet dat ik zo geweldig veel kills maakte. Maar ik had wel 17 kills. In dat opzicht, ik denk dat er best wel wat mogelijk is. En die guys hebben hem al. Oké. Dankjewel. Ik vind die bots echt vervelend, by the way, hoor. Jam. Alleen, één nadeel. Er is hier nog iemand. Oh! Ja, nu ben je dood. Let's go, boy! Wacht. Let's go. Hebben we nog een andere AR? Ja. We hebben ook nog die, maar die hoef ik niet nu. Jee, mijn gouden, dit is echt weer welkom. Welkom bij een potje bij Paradoes. Oké, er was hier van mij nog één bot, of niet? Nee, niet, huh? Ik dacht dat ik een bot hoorde, oké. Waarschijnlijk was het gewoon die één enemy. Waar is die ghost dan heen? Want die ghost, die is hem waarschijnlijk gewoon kaart gedipt. Het spijt me, oké. Het spijt me. Die guy zat echt van, joh. Weet je, rustig aan Rick. En gewoon eventjes rustig healen. Ja, toen kwam ik, toen was hij dood. Maar komt die zombie nog of niet? Oh, hier is een zombie. Dankjewel, Epic Antonis. Geen idee waarom je dat deed, maar oké. Want je krijgt dus HP of zo als je dus loot pakt, hè. Maar dat heeft nu toch geen nut, want je kan niet meer dan 100 HP hebben, right? Dus, I don't know. We kunnen nog best wel veel kills. Hoeveel kunnen we pakken? Oh, huh? Zag je dat? Die countdown ging van 14 naar 13 naar 14. Oké, dat is een hacker. Dat kan niet anders. Nou, pakken we even de zipline. Prima. Oh, wacht, we kunnen beter de ding pakken. Maar we kunnen nog 12... Hoe komen mensen steeds tot leven? Kan dat of zo? Kan je weer tot leven komen als je als go... Ik weet dat dus echt. I don't know. Hello weird. Ik denk dat er geen enemies daar meer zitten. We gaan daarin. Oh, dat is een hele rare safe zone. Bro, waarom gaat iedereen nu al... Ik snap het niet. Die count gaat steeds van 12 naar 11. En dan weer naar 13, dan naar 14, dan 15, dan opeens weer 11. We pakken deze airdrop wel en dan zien we het wel. Nice. Oh, maar dit is trouwens wat ik bedoel, hè. Je ziet nu echt gewoon legit helemaal niks meer. Het is weer een beetje blind Fortnite spelen, zoals ik vorige keer al zei. Oh.
Nou, doe maar de ding. Ja. Dat kan ik ook niet hoor, Fortnite, ik weet niet. Voor mij is die spawn rate van die chest omhoog gegaan, of niet? Tenminste, zo voelt het wel at the moment. Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Nou, dan pakken we wel nog een airdrop. Ik het is zo naar, want ik wil enemies killen. En ik land serieus bij Stark Industries om extra veel kills te maken. Maar vervolgens landt daar dus bijna niemand. Net zoals nu, dan kan je dus helemaal niks zien. Ik kan hooguit iemand zien die recht voor me staat. Maar meer zie ik ook niet. Dan hoop ik dat mensen op mijn schiet afkomen. Op mijn schieten? Nice, echt goed genederlands. Let's go. Okay. I mean, stel je voor dat ging raak, had ik de beste titel ooit, oké? Okay? Had ik echt een hele mooie titel gehad, maar het ging niet raak, dus dat wordt hem niet. Maar come on, waar zijn enemies? Dude, ik loop echt rondjes en ik zit echt van, dude, waar zijn jullie? Ja. Precies. Oh, daar zie ik iemand. Oh, bro, dat is een ghost. Dankjewel. Piesaka, Lapido. Dankjewel. Oh, wat... Niemand, oké. Okay. Had jij nog leuke dingetjes? Nope, oké. Okay. Hey, weet je wat ze eigenlijk hadden moeten doen? Misschien nog wel. Is als je dus een zombie killt, of een ghost, sorry. Dat je dan eigenlijk misschien... Of 10 HP kreeg of zo. Of 20 HP. Of je kreeg sowieso misschien 50 materials, weet je wel. Want het is nu een beetje... ik weet niet. Een soort van kansloos om een ghost te killen. Ik bedoel, je krijgt wel de kill, dus ik doe het sowieso wel. Maar het is voor de rest wel een beetje... ik weet niet echt de moeite waard. Je krijgt er niet zoveel voor terug, behalve de loot zelf. Maar geen ammo, helemaal niks. Wow, ik kan niet eens de overkant zien, gast. Ik zie legit helemaal niks. Moet je nagaan, hè. Als je dit spel, zeg maar, nu zo gaat spelen met zonlicht, dat is echt niet te doen. En zoals ik heb dus nu, zeg maar, gordijnen, zeg maar, open. Dan komt er nog een klein beetje zonlicht op je scherm. Nou, je ziet er helemaal niks meer. Dan mag je echt blij zijn als je je eigen gun nog ziet. Alleen... enemies. Ik voel me echt lonely. Gewoon echt lonely. I mean, ik loop hier net het rondjes en er gebeurt niks. En ik zie hier ook niemand. Ik bedoel, dat is logisch, want ik kan ook niks zien. Maar Stark Industries, helemaal leeg. Helemaal niemand. Nou, dan gaan we wel weer een airdrop pakken, I guess. Echt, jongen. Zelfs in Fortnite willen ze me niet. Het is een beetje... ja, ook in... noemen. Hoe zie je mij? Je hit me letterlijk voor 75 HP. Maar ik heb je geen enkele keer kunnen zien. Of ik ben gewoon blind. Ik bedoel, hij komt hier sowieso wel heen, hoor. Maar dat duurt wel even, denk ik. Oh, nog iemand, hè? Nee, dit is zo nice, hè? Dat ik gewoon nul idee heb waar je nu heen bent gegaan. Maar bro! Hoe zie jij dit? Ik zie je niet! Hij zit daar, in dat bosje zit je, hè? Ook niet. Hè? Ja, dag. Hoe kun jij mij dan wel zien? What? Oké, okay, dit vind ik heel, heel knap dit, hoor. Wat voor ogen heb jij? Ik wil jouw ogen ook wel hebben. Als jij hier doorheen kan kijken? Bro, ik zie hooguit die fishing pool, hoor. Dit is zo raar om zo te spelen. Want je ziet legit helemaal niemand. Oh, dat is daar gebouwd. Oh, dat, okay, dat zie je dus wel. Aha. Oké, okay, dus we kunnen, we kunnen gewoon sneaky doen. Wait. Is nou... Maar er was nog een... ghost, toch? Hè? Let's go. Oh, kom. Wat? Nope. Nope. Oké, GG. Nu komt die andere guy? Maar dit is gewoon letterlijk... De ene guy heeft die andere gauntlets. Ik snap hier zo weinig van, hè. Want het is echt gewoon van... De ene naar de andere kant. Ook niet. Ik heb bijna geen mats meer. Hoe slim is dit? Niet slim, maar ik ga het wel doen. We kunnen weer eens een keer wat zien. Dus dat is ook een, dat is al best wel een groot ding, weet je. Hij hoort mij namelijk wel gewoon, hè. Dus hij weet dat ik er ben. Hij zit daar. Dit keer niet. Nee, dit keer niet.
Sobol Fortnite? Zeker weten niet, Sobol. Sobol, Soboltje, Soboltje, Soboltje. Met je stokje. Oh, waar? Oh, jij had de iron. Oh, wat? We komen van dezelfde kant af, nice. I don't know, weet je, ik neem die medkit wel niet in nu. We gaan hier wel snel weg. Yo, joe. Oh, we hebben nu trouwens wel materials, die had ik helemaal niet meer, dus dat is mooi. Ik kon waarschijnlijk helemaal maar 2 keer bouwen, waarschijnlijk, maar maakt niet uit. Geluk bij een ongeluk noem je dat. Ik weet niet wat het ongeluk was, maar dat maakt niet uit. Oh, dan zijn gewoon 0 ghosts. Nou, really? Ik dacht van, oh, we gaan veel kills maken vandaag. Kom ik aan met 6 kills? Hoeveel ghosts heb ik gekild? Eentje? Maakt niet uit, Rick. Maakt niet uit. Daar zijn wel hele leuke enemies. Hallo. Zullen we dan gewoon vrienden worden, of niet? Weet je wat er gebeurt als je met een traarder Fortnite wil spelen? Zo sad. Ik voel me zo schuldig voor die guy. Hij is ook gewoon meteen geliefd. Dat is toch mooi van alles. Oh! Oh, waarom deed je dat nou? Nee. Nee. Nein. Hij heeft die miskelbom? Dus deze guy zat er juist daarnet. Daar? Huh? Wacht, dus ik heb dus zojuist de guy gekillt waarmee ik net in de gunfight was, maar dat was iemand anders waarmee ik hem yo, I don't know. Want deze guy heeft een miskebom en die kreeg ik net tegen mijn bakkers gesleurd, dus ik weet het niet. Oké, ik ben zo confused, gast. Het is echt, I don't know. Top quality content dit. Het is echt het meest rare potje ooit weer. We kunnen misschien met een basement steel winnen, dat kan misschien wel, dat is misschien wel leuk. Maar ik moet hier sowieso weg. Oh, dit was niet eens de bedoeling, hè. Wow, what? Let's go. Het chillste zou natuurlijk die airdrop zijn. Weet je, let's go. Ik wil die airdrop hebben. Ik had beter trouwens dat ding kunnen pakken. Maakt me niet uit. Oh, dit is zo nice. En ik heb niet de loot. Nice. Wait, ja. Dat had ik al gedacht. Daar ging ik al een beetje van uit, hè. En dan gaat hij weer bemoeien. Doe even nu. Doe niet. Ja, toen werd je 2 keer gehit, hè. Ja, toen werd je bang. Midas. Hohoho. High ground. Hahaha. Psych. Sorry, bro. Ja, moet je maar niet pushen, hè? Oeh. Dan krijg je de payback, jongen. Nee, stop. Ik had op veel gerekend, right? Van dat hij misschien nog 1 keer zou hitten. Maar dat hij dat zou doen? Daar ging ik eigenlijk niet van uit. Maar, maakt niet uit. Nou, het maakt dus wel uit, maar... Let's go. I need to do it. Oh, wat doet hij? Oh nee, nu word ik gekillsteeld ook, jongen. Damn it. Ik ben zo hard gekillsteeld daar! Er is nog iemand. Maar net waren er ook maar 2 en 0 ghosts. Oh, nu klopt het weer. Jawel, nu klopt het. Oh, je hebt de drumgun. Kom maar door. Kom maar door. We gaan even winnen. We gaan even winnen met deze gun. Zombie ghost. Weet je wat ik ben? Ghostbusters. Woehoe. Een van de gekke rapper met deze pizza. Mm. En ook met dat geschreeuw op de achtergrond. Echt zo nice, hè, jongen. Ik voel die wel, hoor. Psych! Hey! Ho, 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 ho! Nice, nice. Nee, we gaan geen 90's doen. We gaan gewoon even. We gaan er gewoon lekker bij zitten. Maar we hebben in ieder geval gewonnen met 11 kills. Ik hoop dat jullie wel genoten hebben van deze video. Smash me, het mocht super tof zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, het is ook heel erg tof zijn. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4 uur op mijn kanaal. Ciao!